Hallo dames en heren, jongens en meisjes en welkom bij deze gloednieuwe Harmen Frodo vlog. Ik sta aan de rand van de weg. Oftewel, het wordt of hard rennen, of sneaken, of Frans praten. Dus wat wij nu gaan doen is super illegaal. Op dit moment ben ik in België, nee in Duitsland doe ik, zo, helemaal ingewikkeld in. Natuurlijk de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en in België bestaat een andere strategie over dan bij ons. Oké, dames en heren, we zijn aangekomen in België. Dat is natuurlijk verboden, het is lockdown in België, dus we mogen niet eens de grens over. Dus wat wij nu gaan doen is super illegaal. En dus welkom bij alweer de 98ste Harmen Frodo vlog. Komende zaterdag beginnen mijn opnames voor Harmen Frodo vlog 100. En dat moet echt de beste Harmen Frodo vlog worden van allemaal. Dus dat komt echt helemaal goed, want ik heb al met meer dan 5 personen een afspraak daarvoor staan. En nu staan we bij een afgesloten deur van België. Op dit moment ben ik in België, nee in Duitsland doe ik, zo, helemaal ingewikkeld dit. Ik sta hier vlakbij het Drielandenpunt, daar achter mij. En daar aan die kant is België, hier sta ik in Duitsland en daar 20 meter verderop is Nederland. En ik heb trouwens een prachtige tas mee met een extra accu voor mijn elektrische fiets. Ik heb na Storming Amsterdam met Lucas en na Storming Amsterdam met Robin meerdere malen de vraag gekregen of ik dat dan op een normale fiets heb gedaan. En dat klopt, ik heb dat op een normale fiets gedaan, zelfs op een extra zware gewicht te fietsen. Maar hier in Limburg is fietsen met een normale fiets gewoon eigenlijk echt niet te doen. Dus daarom hebben we een elektrische fiets gehuurd voor maar 2 dagjes. Maar normaal dan fiets ik echt altijd op een normale fiets. En dan staan we hier toevallig bij het hoogste punt van Nederland. Dat is 20 meter van het Drielandenpunten af. Dus best wel grappig dat letterlijk het hoogste punt van heel Nederland eigenlijk ligt aan de grens van Duitsland en België. En een van de grootste bergen, de enige berg volgens mij in Nederland, daarvan ligt de top dus in België. Oké, we staan hier bij de grens naar België. Hier achter ons is België. Hier mag je dus niet naar binnen, zoals de meeste mensen van jullie waarschijnlijk ook wel weten. Om natuurlijk de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. En in België bestaat een andere strategie over dan bij ons. Het grappige is dus dat de grens naar België is afgesloten, maar de grens naar Duitsland niet. Want ik loop nu in Duitsland. En de grens van Duitsland naar België is ook niet afgesloten. En dan kan ik natuurlijk doen alsof ik een Duitser ben, maar jullie hebben allemaal de Mannen Lezen de Vrouw aflevering gezien. Aflevering 20 van seizoen 2, waarin ik Duits probeerde te praten. Niemand denkt dat ik dan echt een Duitser ben. Oftewel, het wordt of hard rennen, of sneaken, of Frans praten. Trouwens, dat kan ik wel. Ja, maar je moet dus een sticker bij je hebben waarin staat ik kom uit België en ik ga naar en ik heb een gelderige reden om naar Nederland te gaan. Bijvoorbeeld als je in België woont en in Nederland werkt. Maar ik heb geen geldige reden om naar België te gaan. Ja, ik werk in België met mijn vlogcamera. Maar ja, Mauro kan nu ook niet naar Nederland komen. En als je dan zo wandelt, sta je opeens aan de andere kant van het hek. En dan ben ik nu in België. Net als net eigenlijk, wat vet illegaal is. Op zich, dit is vet illegaal. Oké, dit vind ik ook wel leuk om even te doen. Dan gooi ik die daar erin, die daar erin. En dan hebben we hier een leuk muntje van het Drielandenpunt. Zo, ik heb een patatje even gehaald bij het Drielandenpunt. Die mensen hier verdienen echt salarisverhoging. Ze praten Frans, Nederlands en Duits. Dus dat moet je allemaal als je op het drielandenpunt werkt. Dat vind ik best wel een grote kwalificatie voor het runnen van een snackbar. Dames en heren, het is een hele gestoorde citytrip hier. Ik kom net uit Vaals. Vaals is een stad in echt de grensstad van Limburg. Ik zit nu in Lemier, ook een grensstad in Limburg. Oké, boys, ik kan jullie één ding vertellen. Als je bordjes in het Duits tegenkomt, weet je sowieso dat je te ver bent. Dit is een uitzicht wat je nergens anders in Nederland krijgt. Want dit is Limburg. En dat is best tof. Lekker fietsen op turbostand. Perfect. Dan zie je wel dat ik nog maar 23 kilometer kan als ik zo doorga. En ik wil natuurlijk ook niet dit straks geven en dat ik zeg van stik erin tegen iedereen die hierna er nog op moet fietsen. En we zijn aangekomen in Vielle. Oké, als eerste moet ik zeggen, ik heb totaal geen verstand van topografie. Ik zag op de borden staan Mechelen, 3 kilometer. Toevallig ken ik iemand die woont in Mechelen. Dus ik dacht, tof, ga ik daar langs. Ik wist, het is even over de grens. Maar we zitten hier overal in de buurt van de grens. Dus ik dacht van ja, als ik 1 kilometer over de grens ben of afspreek op de grens met diegene, boeit niet. Zit ik heel even op maps te kijken hoe lang het nog duurt tot de grens, blijkt het dat ik aan het navigeren ben naar de Nederlandse Mechelen. En dat de Belgische Mechelen iets van 100 kilometer verderop is. Dus dat is echt heel dom. Oké, dames en heren, ik sta hier op een van de allerhoogste grondpunten van Nederland. De Euromast en dat soort punten zijn natuurlijk altijd nog hoger, maar dat telt natuurlijk niet mee. En nu ga ik vanaf hier Vaals inrijden. Ik heb mijn camera vastgemaakt in de tas, dus jullie kunnen meekijken. We zijn aangekomen in het centrum.